only win, never lose. Cause the only thing we ever share be the truth. We gon' feed the fire till it's burning down the roof. Focus on your heart cause the feels be the proof. Nou, goedendag. Waar zijn we? Wat zijn we aan het doen? Welkom. We zitten hier in, we staan hier moet ik zeggen, in het Wijzigpark. En wat we willen doen is kijken van hoe zou je het Wijzigpark nog veel beter als een stadspark kunnen laten profileren. Het heeft heel veel kansen en we willen graag zien hoe we die kansen kunnen benutten. En dat willen we ervaren, dat willen we beleven, dat willen we proeven, letterlijk ook, hè, met de poffertjes klaar met de koffie. En daar zijn we bezig geweest met een heleboel partners om te kijken van, nou, welke kansen hebben we in dit park en wat betekent dat. En dat is geuit in een schetsontwerp wat achter je hangt. En daar willen we met elkaar gaan kijken van hoe kunnen we dit verder uitwerken en tot realisatie brengen. Oké, en wat zijn de schetsen? Wat brengen de schetsen met zich mee? Nou, een van de dingen is bijvoorbeeld veel meer betere zichtlijnen, zodat het veiliger is. Dat je alles kan overzien zonder dat we het hele park op zijn kop hoeven te zetten. Maar bijvoorbeeld ook de kinderboerderij en Seven Oaks, het speeltuintje. Dat ook allemaal met elkaar verbonden wordt. Dat één geheel wordt. We hebben het over misschien een daghoreca plaatsen. Zodat mensen ook even lekker kunnen zitten en genieten van een kopje koffie. En misschien van koffertjes. Ja. Ja, en ook de verbinding van, van de wijken naar het station toe. Dit is een hele belangrijke doorgaande route. Ja. Om naar het station toe te komen met alle fietsers. Nou, hoe kan je ruimte krijgen voor fietsers, wandelaars, rust, ontspanning. Maar ook misschien kleinschalige evenementen. En hoe kunnen we al die functies met elkaar combineren in een hele mooie stadspark. Nou, dat was een hele mooie uitleg. Dankjewel. Graag gedaan.